Hoeveel tanks denken jullie dat Nederland, dat de Nederlandse krijgsmacht, de Nederlandse landmacht, dat die heeft eigenlijk? Doe eens een gok. Doe eens een wilde gok. Achterin. Ik hoorde achterin nul. Wie biedt nog meer? Blijft heel erg stil. 30. Wat zegt er iemand nog? 100. Wie biedt meer? 100. Nou, Ludy, vertel maar eens. Hoeveel tanks heeft Nederland eigenlijk? Het zijn er nog 16 voor opleiding en training. 16 voor opleiding en training. Maar hoeveel waren het er vroeger dan? In de tijd dat ik ooit eens ben begonnen, in 1983... bij de Koninklijke Landmacht, toen hadden we er nog meer dan 700. Meer dan 700. En waarom, wanneer hebben we die dan van de hand gedaan? En waarom? Hoe zit dat dan? Nou ja, het is natuurlijk er is een periode geweest waarin modernisering mogelijk heeft gemaakt. Dat de rol van de tank uiteindelijk met minder tanks uiteindelijk kon worden ingevuld. En daarnaast is er natuurlijk in Europa een groter gevoel van veiligheid ontstaan. Waardoor we bepaalde wapensystemen in mindere mate noodzakelijk vonden. En die hebben weggedaan. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste bewegingen geweest. En buiten natuurlijk in Nederland altijd ook de zak met geld die natuurlijk ook altijd een rol speelt. Ja, precies. Ja. Want was dit een typisch gevalletje van Nederlandse eigenwijzigheid? Of zijn er meer landen die hun tanksarsenaal dusdanig hebben verkleind? Of wij hebben er eigenlijk feitelijk geen meer, zou je zeggen. Eigenlijk zie je een wereldwijde trend op een beperkt aantal landen na dat het aantal tanks steeds verder terug afneemt. En de effecten hetzelfde blijven. Dus met minder tanks kun je dezelfde effecten bereiken. En aan de andere kant is het ook zo dat als je kijkt naar de conflicten waarin tanks ingezet konden worden, die zijn er ook steeds minder geweest. En eigenlijk na de golfoorlogen zijn er natuurlijk maar een paar momenten geweest waarin een grootschalig gebruik is gemaakt van tanks. Een van die momenten is nu bijvoorbeeld in Syrië, waar weer wel veel gebruik wordt gemaakt van tanks. Ja, precies, precies. Maar even terug naar Rusland dan. Want hoeveel tanks hebben zij dan? Rusland heeft een 2500 moderne tanks. Wat zij nu nog moderne noemen, maar die eigenlijk ook al verouderd zijn. Dan praten we over tanks uit de jaren 80 en de jaren 90. T80, T90, zo makkelijk is het daar. En er zitten een aantal gemoderniseerde types bij die van het begin van deze eeuw afstammen. En ze hebben een 13.000 verouderde tanks. Dat is dus alles wat nog rijdt met een groot kanon erop. En wat ze wel in geval van nood uiteindelijk tevoorschijn kunnen halen. Maar we hoeven daar ook niet al te bang voor te zijn. Want als we kijken naar de omvang van de rand als Rusland, met enorm veel grenzen, dan kun je je ook voorstellen dat zo'n groot aantal maar heel relatief is als je dat bekijkt over al die grenzen die uiteindelijk beschermd moeten worden als daar iets zou gaan gebeuren. En dan praat je ook over grenzen met bijvoorbeeld China, waar je dan bijvoorbeeld aan moet denken. Dat is een land van een andere orde dan een buurland zoals Litouwen of Estland. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Maar die T80 en die T90, hè, die moeten dus nu volgens Poetin of volgens Rusland vervangen gaan worden door een hagelnieuw type high-tech tank. Waarom wil Poetin nog wel tanks aan? Terwijl wij ze hier zeg maar allemaal en masse aan het afschaffen zijn. Hè, in Kijk noem je er eigenlijk. Want in de nieuwe Kijk die bij jullie allemaal op de stoel ligt, staat hier een heel mooi artikel over. Daar noem je eigenlijk drie belangrijke redenen voor. Kun je daar wat meer over vertellen? De eerste reden is eigenlijk dat de Russische krijgsmacht compleet verouderd is. En dus alles gemoderniseerd wordt op dit moment. Dat geldt voor de vloot, dat geldt voor de luchtmacht. En dat geldt voor het leger, van de krijgsmacht. En daarnaast ook voor hun cyberdepartement, dus alles wat met space te maken heeft. En wat je dan ziet is dat er van alles wat er was minder terugkomt. Met uiteindelijk een taak die vooral gericht is op het beschermen van het Russische nationale grondgebied. Dus het is meer gericht op het beschermen van het grondgebied. Dus de vernieuwing is de eerste reden. De tweede reden is dat de tank nog wel wordt vervangen. Is dat je in het moderne conflict toch ziet dat de tank een belangrijke rol speelt. Een belangrijkere rol dan was gedacht. Vroeger was de tank vooral bedoeld om met andere tanks, met tegenstanders die ook hadden, om daar tegen te vechten. Een tank kan een aantal dingen goed. Een tank kan goed bewegen. Een tank heeft heel veel vuurkracht. En een tank heeft ook veel bescherming. Dat noemen we manoeuvre. En dat manoeuvremiddel was in het vroegere gevecht, waarbij tanks dan tegen elkaar vochten, was in oorlog was dat een belangrijk middel. Tegenwoordig zie je dat conflicten vaak kleinschaliger van aard zijn. We gaan de steden in. We zien dat tegenstanders vaak irregulier zijn. Dus je hebt groepjes die onder de bevolking zijn die vaak optreden tegen een grotere tegenstander. Mm-hmm. En wat je dan ook ziet is dat er nog steeds heel veel geweld is. En dat het heel moeilijk is om een tegenstander uit een verstedelijk gebied weg te krijgen. Dat kun je met mensen. Dan moet je mensen te voet hebben. Maar op sommige momenten kun je daar niet bij komen. Dan heb je precisiemiddelen nodig. En dan zul je denken met een tank met een 125 mm kanon, dat is geen precisiewapen. Maar
De Russische tank kan bijvoorbeeld ook een raket verschieten die over een huis heen gaat. En dan een tegenstander die daarachter in dekking zit, die uitschakelen. Dus wat je kunt is zonder schade te berokkenen of met zo weinig mogelijk schade voor de bevolking, een tegenstander die je uiteindelijk weg wil hebben, gericht weghalen. Dus in het moderne gevecht speelt het een belangrijke rol. Ja, precies. En dan was er ook nog een fenomeen wat je omschreef als proxy wars. En daar was het dan ook weer heel handig bij. Wat wij in het Westen een beetje hebben gemist, is dat in 2004 Rusland heeft aangekondigd dat ze een andere manier van optreden gaan nastreven. Meer gebruik gaan maken van anderen die hun oorlog voeren. We noemen dat proxy wars. Ook geen nieuw fenomeen, want we hebben misschien wel eens gehoord van Lawrence of Arabia in het einde van de Eerste Wereldoorlog, die met de Arabieren vocht en namens Engeland daar uiteindelijk allerlei grote oorlogen, allerlei grote slagen uitvocht met de Turken en met degenen die tegen Engeland waren op dat moment. Dus ook het gebruiken van anderen om je oorlog te vechten is ook niet nieuw. Russen gaan dat ook doen, doen dat steeds meer. En een voorbeeld hebben we gezien in Oekraïne, waar je ziet dat de Oekraïnse rebellen gesteund worden door Rusland. Hoe kun je dat zien? Bijvoorbeeld in Oekraïne rijden 500 T-80's uur rond. Dat is een tank die alleen door Rusland wordt gebouwd en alleen in Rusland wordt gebruikt. Dan is het wel heel merkwaardig dat een groep die zogenaamd geen banden heeft met Rusland over die middelen beschikt. Ja, precies. Dus daar komen die tanks Poetin heel handig in van pas. Maar nog even terug naar die stad. Is een tank niet juist hartstikke kwetsbaar in de stad? Want een traditionele tank, die is van voren en opzij heel goed beschermd. Want ja, die doet naar voren een actie, zou ik maar zeggen. Maar in zo'n stad, komt misschien van boven, van onder, bommen. Ja. Zoals je helaas worden gevechten steeds complexer. Mm. En zie je niet alleen dat meer landen betrokken raken, maar zie je ook steeds vaker dat de middelen die we gebruiken door elkaar heen gebruikt worden. En de meeste kracht haal je uit wat we noemen combined arms. Gebruik maken van mensen, van technische middelen van hoog niveau, lees een tank, van laag niveau, een raketwerper of een zware mitrailleur. Maar ook een drone, een sensor waarmee je uiteindelijk in combinatie met een drone een doel uit kunt schakelen zonder dat er mens is. En het totale plaatje aan middelen maakt dat je tegenstand uiteindelijk weg kunt nemen. Waarbij het dus gaat om het totaal. Dus die tank is kwetsbaar als je hem alleen een stad in stuurt, maar is een aanvullend middel als je hem in combinatie met andere middelen stuurt. En dan kan hij zelfs die delen die je niet weg kunt nemen met mensen, kun je wel wegnemen en vice versa. Dus ze versterken elkaar. Ja, precies. Nou, zei je in het voorgesprek dat de Armata, dat eigenlijk volgens de Russen dan, hè, een soort JSF van de tanks, een soort nieuwe generatie. Kun je dat uitleggen? Wat maakt die Armata dan? Ik noemde het net een high-tech tanks. Wat zitten er dan allemaal voor snufjes aan? Of? Ja, we noemen dat een vijfde generatie tank. Als je een beetje in jargon hier praat, over een tank 2.0 of 3.0 kunnen spreken. En eigenlijk is het meer een platform. Het is niet alleen een wapensysteem met een groot kanon erop. Het is ook een drager van heel veel verschillende informatiesystemen. Een middel waarmee je door kunt verbinden. Een middel waarmee je kunt analyseren. Waar data uiteindelijk snel kunnen worden omgezet in bruikbare gegevens voor diegenen die op de grond zijn. En daar waar je als man of vrouw te voet in een stad altijd moeite hebt met verbindingen, kun je door de versterking, door het gebruik te maken van de middelen van de tank uiteindelijk maken, dat je wel verbinding met elkaar hebt. Maar je kunt rijdend datacentrumpje, een commandocentrumpje. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen, in je wildste fantasie, dat je een tank ook kunt gebruiken als een lanceerplatform voor drones. Want waarom heb je nog vliegdekschepen nodig? Of waarom heb je nog grote vliegvelden in de toekomst nodig als je misschien 100 drones vanuit een tank kunt lanceren? Precies. Maar wat denk je zelf van die Armata? Is het inderdaad zo'n mooi speeltje? Bij de Russen geldt altijd eerst zien dan geloven. Want die in mei, dat was nog niet echt een... Nee, we weten inmiddels dat in mei dat het een houten karkas was waar een gewone trekker onder zat. En de trekker begaf het. En de Russen wilden heel graag dat in 2020 hun moderne tanks, de T-80 en de T-90, dat die vervangen zouden zijn door de Armata-tank. Dat zou dan het nieuwste snufje zijn, maar ze zijn nog niet zover dat ze die dingen kunnen laten doen die ze zeggen. Al die wapens bij elkaar kunnen brengen van een bepaalde lichter type panzer, waar niet alleen staal in zit, maar allerlei moderne vezels waar je met veel minder gewicht uiteindelijk van alles kunt doen. Wapensystemen die het mogelijk maken om in een vroegtijdig stadium een tegenstander die op je schiet ook uit te kunnen schakelen. De eerste stap maken naar een unmanned tank. Dus dat betekent dat je een toren hebt waar geen bemanning meer in zit, maar twee of misschien drie mensen in de tank hebt in plaats van vier. Dat is natuurlijk niet alleen veilig voor de bemanning, maar ook veel effectiever. Omdat iedereen je zit helemaal iedereen onder is goed beschermd. Erin, ja, zeg maar. Je zit zelfs volgens hun zeggen in een soort gepanzerde cocon, dat als de tank uitgeschakeld wordt, dat je het als bemanning nog kunt leven. En dat is heel anders dan wat je daar op de foto ziet. Ja, dit is een oudje. Dat is de Eerste Wereldoorlog, wat we hier zien. Ja. En,
Dan ziet het er echt heel anders uit. Ja, precies. Hey, maar als Rusland zo vol inzet op tanks, hè, hebben wij de onze dan niet te snel verkocht? En blijven ze voor ons ook niet belangrijk? Kijk, een hele legitieme vraag. En als je zou zeggen dat Rusland al zijn tanks verzamelt aan de grens met Europa, zou je zeggen van, we voelen ons bedreigd. Ik heb uitgelegd dat Rusland een enorm groot land is. Dat ze dus die tanks niet alleen nodig hebben voor een gevoel van veiligheid, dat ze hun grenzen kunnen beschermen overal. Van Rusland tot Kamchatka en de grenzen met China en al die andere landen waar ze aan grenzen, Afghanistan enzovoort. Je ziet ze dus in Russische staten, maar ook in Russisch geallieerde staten zie je ze rondrijden. Mm-hmm. En dan is die 2500, dat lijkt een heel groot aantal. Als je het op een andere manier bekijkt, is dat bescheiden. Is wel zo dat als je die allemaal aan de westerse grens op zou stellen, dat wij heel weinig tanks over hebben in West-Europa. Omdat wij tot 10 jaar geleden in gedachten verkeerden dat eigenlijk de tank een systeem was uit het tijdperk van de dinosaurus. Een systeem wat je niet meer zou terugzien komen in het moderne gevecht. We hadden dus die doctrine van de Russen niet goed gelezen. We hebben zelf ook onderschat dat de tank een grote waarde kan hebben in verstedelijkt gebied. En dat betekent dat je dus weer een toenemende belangstelling ziet komen voor toch behoud van de tank. En hoe gaan wij dat oplossen dan? Want we hebben nog maar 16. Op de Nederlandse manier. Hè? Dat betekent van een ander gebruiken en zorgen dat je er weinig voor betaalt. En van wie gaan we? Hoe gaan we dat doen dan? We hebben dat deze keer goed gedaan. We hebben het van de Duitsers. We krijgen eens een keer wat van de Duitsers terug. Heel goed. Nee, hoe we dat hebben gedaan is, we hebben goede afspraken met de Duitsers, waar Nederland heel nadrukkelijk mee samenwerkt. Dat betekent dat je met minder middelen uiteindelijk meer kunt doen. En we hebben een afspraak gemaakt dat we kunnen trainen met Duitse middelen. En op het moment dat we ze in een conflict situatie nodig hebben, kunnen we voor 1 euro... Kunnen we een, dit is echt tank, waar? Dit is echt 1 euro? Dit is symbolisch? 1 euro kunnen we symbolisch een aantal tanks overnemen. Oké. Want zouden we dan niet eigenlijk... Je leest zoveel over alle andere nieuwe wapensystemen. Kun je het eigenlijk niet met drones en met andere dingen eigenlijk opvangen dan? En al die tanks staan daar aan die Russische grens. Nee. Ik zeg maar wat, kun je ze niet gewoon stuk bombarderen? Een groot deel van de effect, tegenwoordig noemen we het effect. Vroeger werd er vaak gesproken over vechten, tegenwoordig praten we over effectdenken. Als militair wil je eigenlijk helemaal niet vechten. Je wil een tegenstander zo snel mogelijk stoppen. Het geweld stoppen wat hij of zij gebruikt. En dat betekent dat je die effecten ook kunt bereiken met andere systemen. Drones, helikopters enzovoorts. Maar met dat soort systemen zijn er altijd weersomstandigheden te bedenken waarop de systemen ook niet inzetbaar zijn. En het aardige aan dit verschrikkelijke middel is dat het onder de meeste omstandigheden gewoon inzetbaar is. En daarnaast ook een afschrikwekkend effect heeft. En een veiligheidsgevoel geeft aan diegenen die er gebruik van maken. En een mooi voorbeeld is de markt in, en nou eigenlijk is geen mooi voorbeeld, een treffend voorbeeld is de markt in Brussel, waar op dit moment panzervoertuigen staan, die voor de bevolking aan de ene kant een gevoel van veiligheid geven, maar aan de andere kant ook het verschrikkelijke gevoel meegeven dat er iets aan de hand is wat ze nog nooit hebben of heel lang niet hebben meegemaakt, dat er een dreiging is die het nodig maakt dat je dat soort middelen neerzet. Dat is het effect wat je met een tank of een panzervoertuig oproept als je aankomt rijden, om het zo te zeggen. En dan hebben we het nog niet eens over daadwerkelijk inzetten, want het is een heel stevig middel. Ja, precies. Een hele gekke vraag, want we hebben het steeds over Rusland. Amerika dan? Hoe kijkt die tegen de tank aan? Nog even. Eigenlijk hebben alle NAVO-landen hebben hun tankarsenaal teruggebracht. En grijpend verkleind. Duitsers hebben er nog op dit moment nog een 240. Gaan dat uitbreiden naar 350. Een soort gelijke hoeveelheid zie je bij Frankrijk en Engeland ook allemaal zo in de honderden. Terwijl het vroeger allemaal duizenden waren waar je over sprak. Dat heeft ook te maken met het feit dat je vaak in hetzelfde gebied elkaar kunt versterken. En dus de effecten samen en de problemen samen kunt oplossen als het nodig mocht zijn. En gelukkig is het zo dat we de afgelopen 20 jaar maar een paar conflicten kunnen bedenken waarin er daadwerkelijk een rol is geweest voor een tank. En we hopen dat dat steeds minder wordt, want dat wil je natuurlijk eigenlijk allemaal. Ja. En wat is jouw voorspelling? Denk je dat we hier in Europa ook nog wel weer nieuwe tanks zullen gaan ontwikkelen? Of toch weer, hè, want nu hebben we zo'n deeltje met de Duitsers, maar het is toch... Dat is toch klein? Kijk, als de Armata strakjes daadwerkelijk verschijnt, zullen we kijken of de huidige tank, dat is de sterkste tank die hier bestaat, is de Leopard 2A7. Dat is de beste tank die er in de wereld is. Er is geen betere tank. De Russen hebben die niet, de Amerikanen niet. De Duitsers maken hem. En dat is de allerbeste tank. Zodra de Armata verschijnt, zul je gaan zien of die daadwerkelijk over meer capaciteiten beschikt dan de tank die aan
die elders in de wereld is. Ja, misschien komen de Chinezen wel met een tank. En dan is het vaak zo in de wereld dat er dan toch altijd weer gepoogd wordt om in ieder geval een middel te maken wat minstens net zo goed is. Dan krijg je toch weer een vorm van wapenwetloop met een heel ouderwets in ons hoofd, heel ouderwets wapen. Dat is correct. Ja. Dat sluit ik daar niet uit. Nee. Dan moeten we ons zorgen maken over Rusland hierin. Ja. In mijn werk in Den Haag, bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, werk ik met een etnische Rus op het bureau. Dat is heel bijzonder. Dus daar waar ik denk dat ik een bepaald beeld van hoe Rusland is, krijg ik altijd een mooi spiegel voorhouden hoe Russen heel anders tegen de wereld aankijken. Ik maak me geen zorgen om wat er in Rusland gebeurt. Ik maak me veel meer zorgen over hetgene wat er in gang is gezet met Charlie Hebdo en 2 weken geleden of 1,5 week geleden in Parijs. Omdat dat misschien wel eens het nieuwe normaal kan gaan worden. Een situatie waarin willekeurig doelen wordt aangevallen. Of het nou in Nederland is, of het in Frankrijk is, of misschien ook wel in Rusland. We hebben daar een veel belangrijkere tegenstander dan de tegenstander die we traditioneel van elkaar naar elkaar proberen op te roepen. Dus Rusland als tegenstander. Ik maak me niet zo'n zorgen dat de Russen de intentie hebben om iets te doen wat het Westen niet zint. Tuurlijk kunnen ze het, maar met wat voor doel? Niet het opleggen van de wil heeft geen zin, want iedereen wil ook de Russen hun economie proberen op te bouwen. En Poetin is een hele rare, maar ook hij zal toch ook proberen om zijn maatschappij op een bepaald welvaartsniveau te houden. Daar zijn de Russen ook aan gewenst geraakt. De grote angst zit erin dat elementen zoals Al-Qaeda, beter nog georganiseerde elementen als IS, uiteindelijk de wereld willekeurig gaan aanvallen. Waarmee we uiteindelijk onszelf heel moeilijk kunnen verdedigen. Omdat dat wij lief hebben, we in een open maatschappij uiteindelijk blootstellen. En we het niet anders kunnen en anders willen. En dat kun je nauwelijks beschermen, ook niet met een nieuwe tank. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dank je wel.